U luistert naar de DCDW-podcast, gepresenteerd door Paul de Vries. Elke week praat Paul met interessante gasten over actuele online automotive onderwerpen. De DCDW-podcast wordt mede mogelijk gemaakt door nieuweautokopen.nl, Marktplaats, Autodata Nederland, Bovemij, you name it, en tevreden.nl. Welkom op de DCDW-podcast van deze week met als gast Wiert Meijering. Wiert Meijering omschrijft zichzelf als een bouwer. Deze creatieve duizendpoot en oprichter van autoveiling.nl doet veel meer dan alleen maar virtueel auto's afhameren. Met de AVN-groep timmert Wiert hard aan de weg om dealers en autobedrijven beter te helpen in de remarketing van auto's. Wiert is te vinden op social media omdat je connected moet zijn en mensen je moeten kunnen vinden op die platformen die relevant zijn. De grootste uitdaging wordt wellicht het daadwerkelijk online bestellen van nieuwe auto's en het laten begrijpen aan autobedrijven dat bellen met een paar handelaren niet meer iets is van deze tijd. Deze fervente RKC-supporter wil het daar niet meer over hebben, maar wel over de wijze waarop het beter en simpeler kan in het remarketing als een vak. Wiert, bedankt voor je komst naar de podcast. Wat ontbreekt er nog aan deze introductie en kun je nog wat meer vertellen over jezelf en het bedrijf? Ja, nou, leuk dat ik heel even bij jou op de podcast mag zijn, Paul. Ik denk dat je een goede introductie hebt gegeven. Ik denk dat het inspecteren nog een klein beetje, hetgeen wat wij doen met Auto-inspectie Nederland, dat nog een klein beetje onderbelicht is in hetgeen wat je zegt. Uh-huh. Wij zijn met Auto-inspectie Nederland eigenlijk vanaf 2008 auto's aan het inspecteren. En je ziet dat steeds belangrijker wordt bij het doen van bereiderswissels of eindcontractinspecties. En ik denk zeker ook dat in de showroom wel wat meer geïnspecteerd mag worden. Yeah. Dus ik denk dat zeker iets is waar we het nu nog heel even over kunnen hebben, Paul. Want auto-inspectie in die zin van dat particulieren hun auto laten inspecteren of inderdaad eindecontract of tussentijds contract, werknemer, werkgever, whatever. Wat doet de auto-inspectie? Eigenlijk alles. Wij doen sinds 2008 met auto-inspectie in Nederland doen wij eindecontractinspecties. Daar is het eigenlijk mee begonnen. Onze klanten, waar wij destijds auto's voor verhelden, die zeiden van joh, die beschrijvingsrapporten die jullie maken, die zien er eigenlijk best al wel mooi uit. Kunnen jullie daar niet bedragen achter zetten? Yeah. Zodat wij die rapporten kunnen gebruiken als eindecontract. Rapport of inspectierapport. Yeah. Waar ze mee af kunnen rekenen met de lessee. Yeah. En ook weer kunnen verkopen? Ja, wij inspecteerden de auto's om ze te kunnen verkopen. Okay, yeah. En wij hebben toen eigenlijk een start gemaakt. In 2008 was dat met autoinspectie.nl om ook eindecontract inspecties te gaan doen. Ja. Zodat in principe de auto maar één keer geïnspecteerd hoeft te worden. Yeah. En dat er daarna twee kanten heen gegaan kan worden met die ene inspectie. Enerzijds om af te rekenen met de lessee en anderzijds om die auto te verremarketen. Dat is eigenlijk wel, dat fascineert me wel gelijk. In die zin, waarom doen wij het in de automotive als autobedrijven, als dealers nog steeds eigenlijk dat we de voorraad die we gebruikt online aanbieden, eigenlijk nog zonder een inspectie erbij te laten vermelden, joh, wat is er nou aan deze auto? Ja, nou, ik denk ook zeker dat doen er eigenlijk geen rapport bij, terwijl jij het zou kunnen faciliteren al. Ja, eens. En ik denk dat het inspecteren van een auto, waar eigenlijk een heleboel verkopers een hekel aan hebben. Want ik zeg het zoals ik het denk altijd, dan moeten ze werken en dat is lastig. Maar ik denk dat je, zoals nu auto's geïnspecteerd worden voor einde contractinspecties, voor leasemaatschappij om af te rekenen met de lessee, zo zouden verkopers ook een inruilauto eigenlijk moeten inspecteren. Wil niet zeggen dat er geen enkel bedrijf is dat doet, maar volgens mij zijn er een heleboel dealer holdings die dat veel beter zouden moeten doen. Want je hebt leeftijd op nieuwe auto's, dus je ruilt op 8 oktober ruil je een auto in die pas 8 januari als je hem aflevert daadwerkelijk fysiek inruilt. Wat is het verschil?
Die drie maanden kan er heel veel gebeuren. En ik hoef denk ik Automin het Nederland niet te vertellen... dat de inruilauto de winst zal moeten gaan brengen. Ja, maar wat ik dan... waar ik veel mensen over spreek op dit moment... is zeg maar het Carvana-model. Ja, ik weet niet of je dat hebt gezien in Amerika. Zeg maar een website waar je online een gebruikte auto kunt kopen. Wat hun onderscheidt is gewoon hun volledige transparantie op de auto. Net zoals koets.nl dat hier doet. Ja. Jij zou eigenlijk dat stukje kunnen faciliteren van... joh, laat nou gewoon zien hoe de auto technisch is, optisch is... waar het krasje zit. Want ja, bij een gebruikte auto mag het ook ergens, een krasje. Ja, helemaal waar. Ik denk ook dat het als je begint met die auto goed te inspecteren als je hem inruilt, dat je dan ook de particulier heel transparant kan laten zien wat je eraan gedaan hebt om hem zo mooi te maken. Ja, eens. Is het ook niet zo, of is dat een aanname, dat de dealer, de verkoper die de auto het beste inspecteert, de auto niet inruilt? Omdat een ander die dat dus niet doet, de gebreken dus niet ziet, daar een andere waarde aan hecht, waardoor, Ik ben het er niet mee eens, Paul. Want op het moment dat je een auto goed inspecteert, dan zou je meer schades moeten vinden. Nou, dat betekent dat het daadwerkelijk ook zo is, degene die zich het meest vergist mag hem hebben. Ik denk dat we in de automotive beter bezig zijn met z'n allen om er wat aan te verdienen. En ik denk dat zeker de professionele manier van werken ook wel aanspreekt bij de particulier. En wij denken altijd maar dat het om de euro's te doen is. Maar er zijn een heleboel particulieren die dat echt moe zijn. Die willen helemaal niet het handje klappen in de showroom. Die willen graag gewoon die leuke auto kopen die ze graag willen hebben. Ja. En daar niet te veel financieel gezeur bij hebben. Ja. AVN, wat doen jullie nog meer behalve dan de auto-inspectie? Nou ja, ik denk dat het inspectieverhaal wil ik op deze manier toch wel heel even een klein beetje op een andere manier belichten. Waar wij mee bezig zijn bij de AVN-groep momenteel is... we hebben werksessies georganiseerd met klanten, met prospects. En daar hebben we in een aantal sessies wat vragen gesteld aan onze klanten en eventuele prospects. Onder andere vonden wij het leuk om eens van gedachten te wisselen op het inspectievlak van in de supermarkt mag je zelf scannen. Ja. Mag straks beste leasemaatschappij of beste autoverhuurder uw klant straks ook zelf zijn auto inspecteren? Interessant, ja. En daar hebben we best hele leuke reacties op gekregen. En ik denk dat daar wel de toekomst zit. Want je gaat er ook eigenlijk van uit dat op het moment dat je de klant andere vraag zou vragen, wat zou ik aan deze auto mogen verdienen, je een hoger bedrag krijgt dan dat het daadwerkelijk wordt verdiend. Dat is eigenlijk hetgeen wat we zeggen, ja. Want op het moment dat je een eindecontract inspectie laat doen door de bereider zelf, dan zegt hij misschien, dan is die eerlijk. Want hij kiest ervoor om op dat moment zelf zijn best te doen om te zeggen, die kras op de achterbumper, die kan eigenlijk niet. Daar moet ik gewoon voor gaan betalen. Yeah. En dat die buts in de voorruit een barst is geworden, is eigenlijk mijn fout. Want ik ben door blijven rijden. Yeah. En als je op die manier aan de bereider zelf gaat vragen, geeft u eens aan, wat vindt u nou reëel dat wij u doorbelasten? Yeah. Dan zou zomaar het bedrag gemiddeld wat men gaat noemen hoger kunnen zijn dan het eindelijk. Misschien zit het al in de vraag en stelling dat je zegt, wat zouden wij door mogen belasten? Ja. Dat je hem al op zo'n manier eigenlijk inlegt dat er wat aan zit te komen. En vertelt u mij maar, zeg maar, wat u reëel vindt. Ja, precies. En ik denk dat als wij dat dan vertalen naar onze klanten, dat je een hele leuke discussie hebt daarmee. En hetgeen wat wij nu zagen is dat we het leuk vinden, zeker de leasemaatschappijen en de autoverhuurders die daarmee te maken hebben. Dus auto's innemen en dan willen kijken van wat gaan we doorbelasten. Dat je de klant ook de keuzemogelijkheid kan geven. Hè? Want wij als, als mensen zijn willen graag kunnen kiezen. Ja. Dus we kunnen de klant laten kiezen of ik ga het zelf doen. Ja. Of ik laat het doen en dat mag dan mij dan geld kosten. Ja. Of de leasemaatschappij moet het maar lekker doen zoals de leasemaatschappij dat wil doen. Ja. Alleen als het met mij eigen geld kost. Ja, met een eigen. Ja.
En op het moment dat dan de leasemaatschappij daadwerkelijk de eindafrekening stuurt, vind ik ook, heeft de leasemaatschappij meer reden om te zeggen, ja, maar ja, we hebben u ook in de gelegenheid gesteld om het op een andere manier aan te pakken. Ja. En daar heeft u niet voor gekozen. Dus nu zijn wij van mening dat dit het bedrag is. En is dat zeg maar de gemene deler in al die sessies die je hebt gedaan, dat daar wel de handen voor op elkaar gingen? Ja, nou, ik heb wel wat oogjes zien glinsteren en daarmee het enthousiasme wel gecreëerd, denk ik. Het is zeker ook bij leasemaatschappijen belangrijk. Transparantie, wat wil de klant? Yeah. En daarmee hele leuke reacties op gekregen. Yeah. En wij hebben die ook aan kunnen vullen met een paar leuke cases die we nu hebben. Ik vind het leuk om te noemen. We hebben bijvoorbeeld voor een bergingsbedrijf hebben wij nu een app gemaakt. En daar zou je zelf bij direct niet aan denken. Maar dat is een bergingsbedrijf die bijvoorbeeld in Amsterdam alle fout geparkeerde auto's mag afslepen. Ja. En, dat, dus die heeft altijd werk? Die heeft veel werk, ja. En die werkt ook voor de Belastingdienst daar. Ja. Dus die vordert auto's. Ja. En die stelt die veilig op zijn eigen terrein. Ja. Maar als die eigenaar van die auto dan op komt halen, die is not amused. Die baalt. En hij heeft het altijd gedaan. Altijd is die wieldop die van die auto af is ineens zijn schuld. Dus die krassen die erop zitten ineens door hem veroorzaakt. En we hebben dus eigenlijk alleen maar onze app uit hoeven kleden om deze klant blij te kunnen maken. Ja. En hem gevraagd, want we hebben een modulair in te richten inspectie-app. En we hebben dat bergingsbedrijf gevraagd. Wat wil je dat er gevraagd wordt door jouw chauffeur in de app? Of welke vragen moet hij beantwoorden? En ik denk met een minuut of 2, 3 foto's te nemen of 5 foto's te nemen van hetgeen wat men belangrijk vindt. Kunnen ze nu dus bij de auto, krabbeltje van degene die hem ophaalt, een momentopname maken. Die dus de cloud ingeschoten wordt, dat inspectierapport op dat moment. En er is eigenlijk achteraf nooit meer de discussie, ook niet bij de Belastingdienst, ook niet bij de bereider, van hoe dat die auto daadwerkelijk is meegenomen. Ja. Hey, en is er zoiets ook beschikbaar voor verkopers om snel een taxatie te krijgen, om een auto te taxeren op het moment dat je hem ter inruil krijgt aangeboden? Ja, zeker. Ja. Dat is ook auto-inspectie? Ja, wij hebben onze apps, brengen wij naar buiten als auto-inspectie in Nederland. Het is één manier van werken, maar het zijn wel verschillende apps. Hè. We hebben alle apps die we tot op heden hebben gemaakt, komt eigenlijk oorspronkelijk weg uit die inspectie-app. Maar je kunt de rental-app noemen, je kunt het hebben voor de bereiders. Maar we hebben hem weggezet als één inspectie-app, met dus de mogelijkheid voor waardebepaling om een auto te verkopen, om een bereiderswissel te doen en een einde contract inspectie te doen. En daar komt dan bij ons dan bij voor de taxateurs die wij in dienst hebben ook om een taxatierapport te maken. Want daar zijn we ook mee doende. Omdat we erkend registertaxateurs in dienst hebben, doen wij ook voor klanten taxatierapporten maken. Ja. Rechtsgeldige taxatierapporten. En ik had daar best wel veel werk bij zelf als ik een auto geïnspecteerd had. Of als ik door een collega een auto laat inspecteren waar ik een taxatierapport bij maak. Ja. En dat hebben we nu geautomatiseerd. Nou, dat is ook iets wat voor taxateurs heel erg fijn is. Dat je in één keer met een druk op de knop en gewoon elke keer hetzelfde een mooi raster hebt. Een mooi rapport erbij kunt ook optisch. Ook optisch. Ja. Ja. Hey, Weert, autoveiling, hoe is het daarmee? Ja, goed. Wat je ziet, we verkopen steeds meer het remarketingproces. Wil niet zeggen dat we minder auto's doen. Wij zelf hebben minder auto's wel op de website staan door het land aan te bieden. Dus de aantal auto's die wij verkopen zelf op autoveiling.nl is niet meer geworden de afgelopen jaren, is minder geworden. Maar je ontwikkelt je veel meer door naar een leverancier van oplossingen. Ja, precies. Ja. Ja. Maar we hebben bij wijze van, als ik een paar klanten noem, begrijp je denk ik al wel hoe dat zit. Want als een grote klant bij ons zijn auto's niet meer alleen maar door ons laat veilen, maar vooral zelf gaat veilen, dan ons platform verwerkt veel meer auto's en is echt veel meer auto's gaan verwerken. Alleen de auto's worden aangeboden aan een besloten kopersgroep. Ja. Het gebeurt op ons platform, maar niet meer onder autoveiling.nl. Nee. Hey,
de websites die met particulieren handelen, hè, zoals ik wil van mijn auto af en dergelijke, die zijn er natuurlijk wel in opkomst. Hè. De afgelopen jaren veel marketinggeld wordt eraan gespendeerd en dergelijke. Hoe gaan jullie daarmee om? We hebben een hele leuke ervaring achter de rug met de autoveiling verkoopservice. Ja. We hebben voor autotrader hebben de verkoopservice gehad voor een jaar. Ja. Waarom zijn wij daarmee gestopt? Dat is omdat wij gratis waardebepaling aanboden in dat proces. Daar hebben we van geleerd. Heel veel tijd en energie ingestoken. Ja. Maar we zijn tot de conclusie gekomen dat hem dat niet is. Nee. We hebben weken gehad dat we meer dan 250 auto's per dag op geld mochten zetten. Ja. Dus mochten zeggen, wij vinden de veilingwaarde bij deze auto X. Ja. Maar als je dan 10 auto's mag doen daarvan, dan is het de conversie zo laag, is de moeite niet waard. Maar heeft ons daarmee wel doen overwegen en gebracht waar we nu zijn. En we hebben een nieuw concept, Paul. Dus, wat voor concept? Dat heet Goed Geld voor Mijn Auto.nl. Ja. Een concept waarin we eigenlijk meer naast degene die de auto heeft of kwijt wil gaan zitten in de plaats van daar tegenover. Ja. Bij de concepten die je nu hebt, zie je heel veel. Ik noem het voor de gein nog wel eens. Ik pak mijn auto af.nl. Om de concepten te roepen. Yeah. Natuurlijk een beetje flauw. Maar dat wat de automotive branche maakt richting de particulier, wordt wel een klein beetje vertaald in die zin. Wij kijken heel het is graag. Is te agressief bedoel je? Ja, van we willen geld verdienen aan je klant. Yeah. Kom, ik wil je auto afpakken. Yeah. Wij denken dat juist in deze wereld de particulier wat transparantie wil. Ja. Wat doen wij? Wat kunnen wij doen? Wij doen met de Goed Geld voor Mijn Auto.nl widget. Ja. De automotive branche aanbieden. Ja. De widget op de website te plaatsen. Van de dealerwebsite bijvoorbeeld, de autobedrijf. Van elk bedrijf wat je maar kan denken. Ja. Want dat kan bewijzen van een portal zijn. Dat kan bewijzen van een verhuurbedrijf zijn of een dealerbedrijf. En wat doe je dan met die widget? Wat kun je dan met die widget? Ja. Wij maken die samen mooi in look and feel, zodat die in de huisstijl van de site past. Ja. En op het moment dat je een bezoeker op je website hebt die zijn auto kwijt wil, ja, kan die zijn gegevens achterlaten. En ja, heb je als eigenaar van je website dus een lead. Mm-hmm. Je weet wie er op jouw website was, ja, om zijn auto op dat moment aan te bieden. Ja. Heel even als voorbeeld. Je hebt heel veel private lease momenteel. Ja. Als je als private lease aanbieder een auto wil gaan verliezen, dan heb je een sta in de weg. En die sta in de weg, ook voor nieuw verkopen, waar we het zo ook nog echt even over moeten hebben. Maar voor de sta in de weg hebben wij dan de oplossing. Ja. De widget van Goed Geld voor Mijn Auto op jouw website zorgt ervoor dat jij tegen de bezoeker van jouw website kan zeggen, wij helpen jou van jouw auto af. Ja. Wij gaan jouw auto voor het goede geld verkopen. Nou, hoe doen we dat? Je kunt je lead achterlaten. Dus je laat je e-mailadres achter of je laat je telefoonnummer achter. En wij nemen als Goed Geld voor Mijn Auto contact op met die klant. En op het moment dat de gegevens worden ingevuld door de bezoeker, gaan per direct ook de leadgegevens naar de eigenaar van de website. Maar jij neemt samen met de klant door wat voor auto die dan heeft. En wat voor veilingwaarde die dan zou hebben. Juist, door de telefoon zeggen wij, wij denken aan dat bedrag. Maar wat wij proberen op dat moment is om die auto te gaan inspecteren voor de bereider. Okay. Dus degene die de auto heeft, die betaalt ons €55. Ja. Daarvoor doen wij de auto door heel Nederland heen inspecteren. En we gaan hem proberen voor het goede geld te verkopen. Ja. Wij hebben daar verschillende methodieken voor. Ja. Natuurlijk kunnen we hem ook veilen. Maar op het moment dat de klant sneller antwoord wil, dan kan dat ook. We hebben onze maar die lead is nog steeds eigenaar van dat bedrijf waar die lead vandaan kwam, toch? Ja. Je weet hoe je met een lead om zou moeten gaan, Paul. Dat hoef ik jou niet te vertellen. Dus ik ga er ook vanuit dat het liefst binnen 2 uur ook dat bedrijf wat die lead binnen heeft gekregen, die partij belt of die persoon belt. Van ik zie dat u op mijn website bent geweest. Ja. Ik begrijp, u wilt misschien een auto huren of een auto gaan leasen. Ja. En
Dan is de hamvraag van hoe kom ik van mijn auto af? Maar dat gaan wij samen is regelen. Dat dan ook niet de missing link die je had met die autoveiling verkoopservice bij Autotrader? Dat je wel 250 waardebepalingen had, maar dat je die niet hebt gebeld? Het bellen van die mensen had weinig zin. Had wel zin, want we hebben er wel degelijk 1000 nagebeld. Yeah. Maar wij kregen voor, ik denk zo'n beetje de helft van de mensen die een waardebepaling aan hebben gevraagd. Yeah. Omdat het gratis was. Yeah. De reactie als, ik heb een auto gekocht. Ik wil heel even weten wat jullie waard vinden. Ik heb mijn auto laten taxeren voor de belastingdienst of voor de verzekering. Echt een informatievraag. Het was we waren gratis vraagbraak. Ja, maar gratis heeft vaak geen waarde. Dat zie je hier precies, maar weer. Ja. En je zei net terloops even, je wou het nog hebben over de nieuw verkopen. Ja, want op het moment dat je als importeur zijnde of als dealerholding zijnde auto's wil gaan verkopen op het internet, denk ik dat je ook een oplossing zou moeten vinden voor de inruilauto. Ja. En met de widget goedgeldvoormijnauto.nl kun je dus ook de lead hebben van degene die jouw nieuwe product zou willen kopen. Yeah. En dus kijken ook als jij zegt van nou, ik wil dat de auto die wordt aangeboden, omdat de bereider die auto in wil ruilen, die wil ik aanbieden uitsluitend aan mijn eigen handelaar. Yeah. Dan kunnen wij dat proces inrichten dusdanig dat het zaken doen met de mensen met wie je het nu doet gewoon blijft bestaan. Ja. En dat je die dus de kans geeft om van jouw gegevens gebruik te maken. De inruilauto wordt bij de importeur aangeboden omdat bijvoorbeeld die nieuwe auto interessant bevonden wordt. Ja. En dus de bezoeker op de website zit. De lead gaat per direct naar de desbetreffende dealer. Ja. En de inruilauto die dus wordt aangeboden, bied jij aan na inspectie aan jouw handelaren. Ja. Of aan jouw dealers. Maar als je dat nu en zo zegt, hè, en ook met je nieuwe, goed geld voor mijn auto.nl en dan dat soort initiatieven. Zitten we nou ook niet in een switch dat de dealers autobedrijven vragen om meer inruil, terwijl de markt, de particulier, vaak nu een scheiding gaat maken tussen het een en het ander. Zeg maar een oplossing gaat zoeken. Ten eerste voor zijn auto door te kijken wat zijn mijn oplossingen zeg maar om van de auto af te komen? Hè, wat zijn de producten zoals websites, marktplaats? Kan ik niet eerst zelf verkopen terwijl we vroeger tussen haakjes altijd naar de inruil gingen? Ja. He, want die moest het probleem oplossen. Terwijl er nu veel meer oplossingen zijn om eigenlijk van je auto af te komen. Ja, nou ja, je zegt nogal wat. Het is een aanname. Ik heb 2,5 of het is inmiddels al 3 jaar geleden heb ik al eens een keer een presentatie gegeven. Ik wil niet zeggen dat ik dan goed ben, maar ik heb destijds genoemd. Bij Automobiel Management was dat naar de markt van laten we nou uitkijken dat we binnen de automotive branche ons niet laten inhalen door een Zalando of door een Weekamp of door een bol.com. En die presentatie die heb ik nog wel eens teruggekeken afgelopen periode. Dat is nog steeds. Wij zijn nu jaren verder en de automotive branche moet echt zelf eens achter de oren krabben van hoe gaan we het nou online regelen? Ja. Want andere markten, andere partijen als een bol.com en als een Zalando hebben het beter voor elkaar en verkopen meer op het internet. En het is niet alleen configureren wat we klant moeten laten doen. We moeten ook daadwerkelijk die klant die auto kunnen laten bestellen. Ja. En daarmee moet je het combineren, want we zijn op zoek naar auto's. We gaan door het hele Europa heen om auto's te zoeken met z'n allen. Daar waar we gewoon zelf voldoende auto's hebben. Juist, maar laten dan het kaas van ons brood eten door eigenlijk particulieren overal mogelijkheden te laten geven, ook via jouw platform, om in ieder geval al van de auto af te komen, voordat ze de nieuwe auto kopen.
Terwijl ik dat vroeger eigenlijk nooit bij de hand had, dat mensen zelf al de auto hadden verkocht. Het was meer zeg maar de oplossing omdat wij er niet uitkwamen. Dat ze zeiden, nou, dan ga ik mezelf wel verkopen. Maar de eerste oplossing was altijd het autobedrijf. Ja, en dat zie je nu wel switchen eigenlijk. Ja, de meest makkelijke manier. Je krijgt twee verschillende transacties. Ja. Een aankooptransactie je krijgt opties en een verkooptransactie. En de keuzes om iets anders te kunnen doen. Ja. En wat ik met die goed geld voor mijn auto widget eigenlijk ook probeer te bewerkstelligen. Ja? Puur vanuit uit oude keten en denkkanaal. De importeur levert de auto aan de dealer. En de dealer die levert de auto aan de klant. In dit concept zou het mogelijk kunnen zijn dat het niet uitmaakt welke dealer die auto inkoopt. Ja. Want het gaat die importeur uiteindelijk ook om dat die auto verkocht wordt. Klopt. En dat die dealer die zeg maar in de buurt woont bij die klant die auto gaat rijden. Normaal blijft het zou fijn zijn. Ja. En maakt dat nou uit? Zou wenselijk zijn. Ja, ik ben zelf, zoals je misschien weet, ook dealer geweest. En ik was destijds heel goed in de wat grotere auto's. Terwijl dat ik een collega dealer nog geen 20 kilometer verder had zitten. Die was goed in kleine auto's. Ja. Nou ja, wij konden eigenlijk het licht in elkaars ogen niet zien. Want je bent een beetje concurrent. Ja. Maar we zouden gewoon elkaars auto's moeten ruilen. Ja. Dat deden we niet. Want dat was iets wat... Not done. Ja. En dat is eigenlijk het autoveiling.nl principe. Dat we zeiden van joh, die wisselwerking is belangrijk. Ik heb heel veel auto's verkocht in de tijd. Van de ene handelaar naar de andere handelaar. Of van de ene dealer naar de andere dealer. Of zeg maar leasemaatschappij van de dealerholding naar zijn eigen dealers. En als je dat dan ziet gebeuren, dat klopt niet. Maar dat komt gewoon omdat die processen niet goed in elkaar zitten. Ja. En dit proces zou zo kunnen zijn dat een importeur zegt, wie dat die nieuwe auto aflevert, maakt mij niet uit. En wie dat de inruilauto aankoopt als zijnde dealer, maakt mij niet uit. Nee. Ik wil die nieuwe auto verkopen. Juist. Dus ik ga dat op deze manier regelen, faciliteren. Wiert, voordat ik je de volgende vraag en stel, wat is jouw persoonlijke marktplaatservaring? Zou ik graag wat aandacht willen hebben voor onze sponsors. Autodata Nederland. Beter taxeren, inkopen en verkopen? Dat krijg je voor elkaar met Autodata. Eigentijdse applicaties voor automotive professionals. Kijk voor meer info op www.autodata.nl. LEF, het lead management systeem van You Name It, waarbij al uw leads in één systeem kunnen worden opgevolgd, helpt u op weg van lead naar deal. LEF is vernieuwend, verrassend en compleet. Door haar koppelingen met vele automotive leadbronnen en het eenvoudige management dashboard heeft u real-time inzicht in uw volledige leadproces. Uw leadproces volledig onder controle? Kijk dan op datislefhebben.nl. Weet u waar de knelpunten zitten en wat u eraan kunt doen om de kwaliteit verder te verbeteren? De onderzoeken van autobedrijf.tevreden.nl helpen u exact te bepalen waar eventuele verbeterpunten liggen voor uw dienstverlening. U krijgt real-time inzicht in klantervaringen. Deze reviews deelt u op uw eigen website, op autobedrijf.tevreden.nl, op opines.nl en de grotere occasions portals. Heel belangrijk voor de online vindbaarheid en promotie van uw bedrijf. Wij zijn Bovemij. Wij helpen bedrijven in de mobiliteitsbranche bij al hun verzekeringen, financieringen en rechtshulp. Onze missie? Onze klanten nog succesvoller laten ondernemen. Als onderdeel van BOVAG bestaan wij voor en door de mobiliteitsbranche. Anders dan andere partijen vinden wij het dan ook belangrijk om de branche sterk te houden. Bovemij, samen vooruit. Biert, voor de onderbreking vroeg ik je eigenlijk, wat is je persoonlijke marktplaatservaring? Ja, leuke vraag. Ja. Eigenlijk niet zo heel veel, al ben ik daar eerlijk in. Want ja, ik zit meer op autoveiling.nl natuurlijk. Tuurlijk, Paul. Tuurlijk. Nee, als ik iets te verkopen heb, dan is bij mij eigenlijk het zo dat ik het vaker aan iemand geef die ik denk van nou hier alsjeblieft. Dan dat ik echt dingen ga verkopen.
ja, mijn vrouw is er ook niet zo van. En meestal laat ik het mijn vrouw doen. Voor mij wel, ja. Mijn vrouw kan heel goed geld uitgeven. Ja, daar is heel goed op al. Maar dingen verkopen. Wij geven het vaker weg. Oké, super. Hey, in de intake hebben we het ook even gehad over het remarketing verhaal. En het remarketing wiel eigenlijk. Hè? En je zei iets van, dat moeten we eigenlijk opnieuw uitvinden. Of hebben we al uitgevonden? Wat bedoel je daarmee? Nou, het is eigenlijk met een geintje begonnen. Zoals je denk ik weet, Paul. Ik heb afgelopen zomer remarketing services binnen de AVN groep mogen overnemen van Walter Stoof. Ja. En dat ging eigenlijk wel op een leuke en bijzondere manier. Walter en ik zijn natuurlijk jaar en dag toen Walter nog bij Fleet Select werkte. Zo'n bijzonder persoon. Ja, jawel, jazeker. Concurrenten geweest. Ja. En Walter en ik kwamen op een gegeven moment in contact. En dat hadden we eigenlijk ook al wel een keer eerder gehad, contact. Ja. Dat was in de start van Fleet Select. Dan wilden we eigenlijk misschien wel samen dat gaan doen. Ja. En dat is toen niet gebeurd. Het is ook een klein beetje de reden dat we wat echt... Zoals Walter dat zo mooi zei, concurrenten zijn varkens. Dus zo zagen we elkaar. Maar wij zaten aan tafel en hadden eigenlijk gelijk weer de klik. En we gaven elkaar heel veel energie. En dat heeft geresulteerd in dat we voor de klanten van remarketing services nu een gedegen IT-bedrijf. Niet dat de andere IT'er, maar dat was al iemand die het deed vanaf zijn zolderkamer. Wat meer body hebben. Yeah. En remarketing services bestaat grotendeels uit concepten en processen. Yeah. Want Walter had niet heel veel personeel in dienst. Nee. Maar had wel heel veel processen en IT ontwikkelingen en processen gemaakt. Al pratende met Walter, was het natuurlijk van, ja, maar wie heeft nu dat remarketing wiel uitgevonden? Yeah. En daar hebben we een leuk filmpje bij gemaakt. Yeah. We willen een beetje steggelend over van wie heeft nou dat wiel uitgevonden, over het beeld heen rollen. En Walter, voor degene die hem kennen, die haalt er 2 meter. Dus het was voor mij continu omhoog kijken. Dus op een gegeven moment zei ik tegen hem voor de gein, ja, maar ik ga wel op een kratje bier staan, want anders kunnen we niet levelen. Yeah. Op gelijke hoogte. Dus daadwerkelijk ook zo gedaan. En eigenlijk daarmee een beetje een geintje gemaakt. Hartstikke leuk. Maar wie heeft nou dat wiel uitgevonden? Ja. Want daar gaan we nog antwoord op geven. Nou, we hebben nu inmiddels het wiel opnieuw uitgevonden. Ja. Samen. Wij hebben alle meetindicatoren die belangrijk zijn in het remarketingproces. Ja. Dus vanaf het inspecteren tot en met de verkoop en ook daarna nog wel het afhandelen van de voertuigen. Ja, we hebben natuurlijk vanuit de AVN-groep van afgelopen jaren een mega database. En we hebben enkel en alleen, kwamen we van het zomer achter samen en naar kijkende, 450.000 auto's geïnspecteerd met schadecalculatie. Ja. Dus puur ten behoeve voor einde contract. Dus daarmee dat weten we... zijn een paar weilanden vol, hè? Ja, daarmee hebben we best wel wat leuke data. Ja. En we hebben dus de laatste 100.000 auto's gepakt en gekeken van wat zien we hier nu. Hè? Wat is de grootste gemene delen? De hoeveelheid schade die wordt doorbelast. Vanaf 2009 ging dat zo'n beetje een sneltreinvaart. Werd 2010, 2011, 2012 meer en meer. Zodat we echt ruim boven de 1000 euro zaten van de gemiddelde schade die op een auto zat. Die misschien ook wel voor 600-700 euro werd doorbelast. Maar wordt er dan meer schade gereden of wordt er beter geïnspecteerd? Nee, wij zijn beter gaan inspecteren. En we hebben steeds meer ook het realistisch gevonden om het door te belasten. Ja. En we hebben het steeds beter aan kunnen tonen dat die schade er echt op zit op de auto. En dus niet op behoort. En niet op, precies. En ook de beleving bij de bereider ook zover gekregen. Nu is dat hele inspecteren een businessmodel geworden waar we eigenlijk misschien een beetje wel van balen als je kijkt naar de leasemaatschappij. Want we willen helemaal niet die bereider afstraffen. Nee, erop dan. Dus wat de gemene deler is, dat je ziet dat we wel steeds meer realistisch zijn geworden en steeds minder doorbelast de afgelopen periode is dat wat gaan dalen. Wat wel
ja, met die leuke data kun je kijken van nou, gemiddeld wordt er geconstateerd door de inspecteurs dat er zoveel schade op zit. Ja? En gemiddeld wordt er zoveel doorbelast. Okay. En dat is leuke informatie. Dan kun je kijken als leasemaatschappij hoe goed of hoe lief dat je denkt dat je bent, maar hoe, dat je ook weet dat je daadwerkelijk bent. En dat remarketingwiel, dat hebben we dus nu geïntroduceerd. En alle partijen die van onze inspectieplatform of remarketing platform gebruik maken. Ja? Die bieden we aan in een abonnementsvorm. Een premium abonnement. En dat premium abonnement geeft ze elke maand een beter beeld wat hun prestaties zijn ten opzichte van de markt. Ja, oké. Okay. Hey Wit, is er nog een topic wat je graag over de bühne zou willen brengen? Behalve RKC. Denken. Nou, daar zouden we het niet over hebben. Nee, RKC gaat hartstikke goed, okay. Paul. Okay. Gaat steeds beter weer. Maar ik ben geografisch nog helemaal verbonden aan ik dat. Ik ben een Pek Zwolle fan, maar goed, kun je ook niks aan doen. Nee, nee. Hey Wiert, dankjewel. Dankjewel voor je aanwezigheid hier bij de podcast. Dankjewel dat je je verhaal wil delen met ons publiek. En ik hoop je snel weer ergens te ontmoeten op een van de conferenties waar we elkaar altijd tegen en komen. En dankjewel voor je tijd om hier aanwezig te zijn. Bedankt voor het luisteren naar Digital Car Dealer Workshop, de podcast. Volgende week is er weer een nieuwe uitzending met wederom een interessante gast en boeiende onderwerpen. Kijk voor meer informatie en de notes van deze uitzending op www.dcdw.nl/podcast. En wilt u meer weten over DCDW? Kijkt u dan op dcdw.nl. De DCDW-podcast wordt mede mogelijk gemaakt door nieuweautokopen.nl, Marktplaats, Autodata Nederland, Bovemij, you name it, en tevreden.nl.